is een heel feestelijk moment. Iedereen die hier binnenkomt zegt, oh, wauw. Ik ben zeer tevreden met Emhuis. Want dit overtreft alle verwachtingen. Waar iedereen gebruik van kan maken. Voor jong en oud. Een fantastisch resultaat. De studenten hebben dit pand al gevonden. Dit is een uniek Amersfoorts project. Tot een prachtig cultuurhuis. En het resultaat is uitstekend. Een fantastisch gebouw om in te bivakeren. Een prachtige toekomst toegewenst. Ja, en een verrassende voortstuwing hoor, die koekenpannen. Dan zie ik de hele boel belastend. Wij geven hier rondleidingen. Het is mooi geworden. Er eten maken voor iemand en daarmee verleiden. Iemand die bood haar schoenendoos aan. Dus het leven is een waarheid. Hè? Nou, een heel mooi voorbeeld van leuke samenwerking was toevallig gisteravond. We hadden een open podium na het voetballen, dus het was niet te druk in het Emhuis. We hadden wel mensen voor het open podium, maar het koor van Schoon in de Kunst wat optreedt, daar was niemand verder. Dus die zijn naar beneden gekomen en hebben voor ons opgetreden en naar ons geluisterd. En zijn toen weer doorgegaan en wij zijn ook toen weer doorgegaan, maar het kwam heel mooi samen. Ik wil graag iedereen bedanken die naar het Emhuis is gekomen, naar de optredens heeft gekeken, naar de open podia heeft geluisterd, mee heeft gedaan. Vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de boekendomino en alle andere activiteiten. De technici die vaak hebben meegewerkt voor heel weinig of voor niks. En alle medewerkers die ontzettend hard hebben gewerkt deze week en de weken daarvoor om het Emhuis te laten zijn tot wat het nu is. En het Emhuis is dus nu van Amersfoort en ik zou zeggen, maak ze er allemaal gebruik van.